allemaal, welkom bij mijn wizard. En vandaag gaan we kijken naar een nieuwe wand van The Secrets of Dumbledore. En we gaan namelijk kijken naar de wand van Fisher. En ja, Fisher is, als het goed is, volgens mij de minister-president van Duitsland. Als ik het goed heb. Dit is in ieder geval Fisher, als je het niet mag weten. Of trouwens, het is helemaal niet van de president. Wat zeg ik nou? Het is van de vrouw die er af en toe rondloopt met Fisher en dat soort dingen. Ze is een handlanger in ieder geval van Grindelwald. En ze is een Duitse karakter in ieder geval. Volgens mij is het Henriette Fisher of zo. Dus ja, het is een vrouwelijk karakter. En het de eerste tot nu toe volgens mij van de nieuwe sets. Nieuwe set in ieder geval van wands die ik hier heb. En ja, ze komt met een mooie witte grijze doos. Dus dat is zeker uniek en zo. En op de zijkant staat natuurlijk Fisher. Ja, en op de onderkant staan natuurlijk ook Fantastic Beasts en Fisher en Noble Collection en dat soort dingen. Dus laten we even dichterbij gaan kijken. Ja, als we de doos gaan openen, hebben we natuurlijk weer zout, wat ook anders. En dan gaan we natuurlijk de sleeves even aan de kant doen. En dan hebben we hem hier zo, de wand van Fisher. Oké dan, bijzondere wand. Dus ja, de wand in de hand voelt bijzonder, uniek. En zeker wel, ja, scherp ook. Oké, ja. Ja, de wand is ook, voelt oud. Alsof het, zeg maar, een hele oude wand is. Ook hoe die eruit ziet, zeg maar. Alsof het wel een wat oudere wand is dan dat karakter, zeg maar, is en zo. En ja, de wand is zeker wel weer een beetje wat simpelere wand. Ook net zoals de van de vorige, van Helmlet. Die had, zeg maar, ook het unieke was dat handvat. En de rest is eigenlijk een beetje gewoon een normaal steltje. Dus ja, dat is wat minder, vind ik zelf. Maar de wand is nog steeds wel een unieke, mooie wand. Laten we wat dichter nog gaan kijken. Dus ja, aan de voorkant heb je natuurlijk gewoon helemaal aan het begin een mooi puntje eraan zitten. En dan heb je een steel die helemaal recht gaat natuurlijk. En een beetje aan de donkere kant aan hout is en zo. Dus dat is zeker wel mooi en uniek. En dan kom je met het zilveren ijzerachtig dingetje. Waar het mooi met een soort van cirkels helemaal omheen gaat. Met allemaal kleine ringetjes eromheen. En aan het einde heb je een soort van knop. En die randjes voelen heel erg scherpachtig of zo, alsof je er wel een beetje soort van aan kan snijden. Kan niet, als ik zo er zo overheen ga niet. Maar het voelt ook alsof dit kan gaan breken, zeg maar. Dus ondanks dat het er best dik uitziet ook. En ja, de wand voelt wel lekker comfortabel in de hand, zeg maar, zo als je het zo voelt. Dus ja, dat is zeker wel een fijn gevoeltje. Maar ja, je kan er ook best wel lekker mee rondsweepen. Deze voelt niet alsof je die gaat breken zoals bij Hamlet. En ja, de wand is gewoon een fijne, lekkere wand. Ik kan niks anders zeggen. Het is echt wel gewoon een unieke, fijne, lekkere wand om mee rond te sweepen zo. Ja, toffe wand. Zeker als ik hem zo in de hand heb, je kan er gewoon lekker fijn mee rondsweepen als je dat wil. En hij voelt niet alsof je dit gaat breken, zeg maar, als je ermee rondsweept. Zoals met Hamlet of zo. Dus ja, zeker een fijnere wand als die van Helmut. Maar vind ik hem het waard om te kopen. Want het is nog steeds eigenlijk een best wel simpele wand, zeg maar. En ik moet zeggen, van de character en dat soort dingen, zeg ik nee eigenlijk. De wand is simpel. Het is uniek. Weet je, als je gewoon een simpele cosplayer of zo bent. En je wilt gewoon iets van een simpel wandje. Ik zeg wel van, ja, doe deze dan, zeg maar. Het is een simpele wand, hij is comfortabel. En het is nog best wel een normale grote wand, zeg maar, die wel standaard is en zo. En ja, hij voelt gewoon licht en hij is gewoon mooi. En hij fit denk ik wel bij heel veel cosplayers en zo. Dus ja, dat is zeker wel een uniek puntje natuurlijk. De rest, ik raad hem niet gewoon zo aan voor de, als je gewoon een wand collector bent, zeg maar, die gewoon een beetje de highlights wil hebben van de wands, een beetje de uniekere wands en zo, dan is dit zeker jouw wand niet. Ik raad hem dus ook echt niet aan eigenlijk, zeg maar. Maar goed jongens, linkje staat alsnog in de beschrijving van deze wand. Mocht je alsnog geïnteresseerd zijn, zeker voor de cosplayers, raad ik deze wand wel aan. En ja, dat is het eigenlijk wel. Dus linkjes in de beschrijving naar deze wand. En naar de wand pagina van Heroic Tales. En voor de rest natuurlijk ook linkjes naar mijn muziek en dat soort dingen. Goed jongens, super bedankt voor het kijken. Like en abonneer. En ik zie jullie allemaal weer later.